te laat of zelfs helemaal niet op je werk aankomen omdat de bus of regionale trein niet rijdt. Het kan zomaar weer gebeuren aanstaande donderdag en vrijdag. De vakbonden onderhandelen vandaag weer over een nieuwe cao. Komen ze er niet uit, dan wordt er dus gestaakt. Ja, de vierde onderhandelingsronde vandaag, als ik het goed heb. Verwacht u eind deze week met de trein op pad te kunnen of met de bus? Ik hoop het. En ik hoop dat de werkgevers ook zien hoe belangrijk het personeel is in het openbaar vervoer. Want uiteindelijk doen zij het werk en zorgen zij ervoor dat heel veel mensen naar hun school toe kunnen, naar het werk. En juist heel veel mensen bij lagere inkomens, jongeren, die zijn afhankelijk van die bus. Voor heel veel mensen betekent echt als er geen bus meer rijdt, dat ze uiteindelijk geen baan meer hebben. Dat kunnen we ons als samenleving niet veroorloven. En het personeelstekort zorgt er wel voor dat we een grote verschraling zien. We zien dat 1 op de 3 buslijnen dreigt te vervallen. Met name in de regio's waar mensen nog afhankelijker zijn soms van het openbaar vervoer. Dus dat baart me zorgen en dat maakt ook wel dat we in een ongekende situatie zitten. En dat maakt ook dat juist die buschauffeurs daar natuurlijk gefrustreerd over zijn. Want die willen hun werk ook goed doen. Wat willen ze precies? Wat zijn de eisen? Dat gaat over een aantal dingen. Het gaat over een hoger salaris. Je moet je toch voorstellen, een gemiddelde buschauffeur is ruim 50 jaar. En de hoogste salarisschaal verdien je iets meer dan 18 euro mee. Nou, dat is niet heel veel geld. En tegelijkertijd is het ook een onregelmatig ritme. Als buschauffeur kun je de ene dag 5 uur starten, de andere dag 1 uur. En dat biedt natuurlijk ook onzekerheid. Is ook niet heel goed voor je gezondheid. Dus het zit tuurlijk aan die salariscomponent, maar het gaat ook over werkomstandigheden en een bredere waardering voor het werk, het cruciale werk wat zij doen. En waarom hebben ze dat dan nu nog steeds niet voor elkaar? Want het klinkt niet heel onlogisch om hier wat aan te doen. Ja, ik vind dat ook onbegrijpelijk. Ik vind echt dat de werkgeversorganisaties ook in het openbaar vervoer meer waardering moeten geven. En tegelijkertijd is het ook zo dat het kabinet wel bezuinigd heeft op het openbaar vervoer. Door corona waren er minder reizigers. Hebben we ze een beschikbaarheidsvergoeding gegeven, heet dat. 500 miljoen het openbaar vervoer op peil te houden. En dat wilden ze heel graag nog doorgetrokken hebben. Maar het kabinet geeft daar dit jaar bijvoorbeeld 350 miljoen minder aan uit. Waardoor concessies nog meer op rendement moeten worden gesloten. En als je dat doet, ja, dan is vaak de reiziger en het personeel daar de dupe van. Dus het is ook een beetje door de keuzes van dit kabinet. Nou, vandaag gaat er in ieder geval weer gesproken worden. En wordt er geen resultaat geboekt in de cao-onderhandelingen. Dan wordt er donderdag en vrijdag gestaakt. Maar is dat wel effectief? We zeggen sowieso, je kan eigenlijk iemand maar 1 keer op zijn kop slaan. En dus als je gaat dreigen met staken, natuurlijk is het belangrijk als je dreigt dat je het ook durft te doen. Maar als je het eigenlijk keer op keer doet, ja, dan neemt dat risico op vertrouwen afbreken eigenlijk steeds meer toe. Plus dat je tegenwoordig ook nog iets anders hebt. En dat is dat social media en de publieke opinie een belangrijk onderdeel is van of het een succes wordt of niet. En zowel de werkgevers als de werknemers proberen natuurlijk het verhaal zo te framen dat zij eigenlijk degene zijn die gelijk hebben. Maar dat maakt het ook risicovoller om te staken. En is eigenlijk ook een advies om dan vooral het in de onderhandeling te zoeken. Want dan heb je tenminste met elkaar, in plaats van dat heel veel mensen eromheen een mening gaan vormen over wat je aan het doen bent. Ja, het kabinet wil natuurlijk ook steeds meer mensen uit de auto en in de trein krijgen. Ondertussen krijgt het OV met dit soort acties natuurlijk wel een beetje een onbetrouwbaar imago. Dat wordt hier ook gezegd. Ja, maar laten we wel stellen, ik denk dat er niet een buschauffeur is die staat te juichen dat hij morgen moet gaan staken. Die wil er ook gewoon voor zorgen dat mensen naar het werk kunnen. Het zijn mensen die vaak 20, 30 jaar dit werk doen. Als je buschauffeur bent, is dat vaak op lange termijn. Dus zij worden daar niet blij van. En dat dat nu voor de zoveelste keer moet gebeuren misschien, dat geeft ook aan hoe ongekend de situatie op dit moment met het openbaar vervoer is. En ik vind het OV een cruciale voorziening. Een cruciale voorziening in de samenleving, zodat mensen naar hun werk kunnen komen. En die staat steeds meer onder druk. En dat moet ook het kabinet zich aantrekken. We moeten zorgen dat het OV overeind blijft. Want ik vind dat gewoon een basisrecht voor een ieder. Maar ik hoor eigenlijk alleen maar argumenten waarom er niet gestaakt zou moeten worden. Het is een cruciale voorziening. De mensen die erin die reizen met het openbaar vervoer zijn daarvan afhankelijk. Dat is allemaal wat u zegt. Dus zo'n staking is toch eigenlijk een nucleaire optie. Dat zou toch ten alle tijden moeten worden voorkomen. Want het wordt zoveel mensen, zoveel reizigers mee getroffen. Ja, maar met het gigantische personeelstekort dat wij op dit moment hebben in het openbaar vervoer worden al heel veel mensen getroffen. Als je ziet hoe vaak een trein te laat komt, hoe vaak een trein uiteindelijk toch uitvalt. Dat komt door het personeelstekort en doordat we veel te lang het personeel niet genoeg gewaardeerd hebben. Zij zitten nu ook qua bestaanszekerheid natuurlijk ook in een lastige situatie. Dus als we op lange termijn ervoor willen zorgen dat het OV weer op orde komt, ja, dan is het nu wel het moment als werkgevers om dat personeel de waardering te geven. Dus ik denk juist dat die buschauffeurs dat extra vervelend vinden en die machinisten. En wat wordt er dan na die stakingen? Stel, wat verwacht u trouwens? Gaan ze eruit komen?
We gaan het zien. En als het niet zo is, dan sta ik donderdag en vrijdag naast het personeel. Ik ben al eerder bij de stakingen geweest, ook met Atje Kuiken in Arnhem, bij het NS-personeel. Ik ben bij de stakingen geweest van het streekvervoer. Ik vind dat zij echt terecht op dit moment aan alarmbel trekken. Buschauffeurs hebben soms maar 2 keer per dag 17 minuten pauze. Wat dan ook nog kleiner wordt doordat een trein te laat komt. Ik sprak met een buschauffeur, Richard uit Venlo, die zei... Ja, het spijt me heel erg, ik heb 1 slechte eigenschap... en dat is dat ik heel graag ook even een keer een sigaretje rook op de dag. Nou, daar kom ik al amper aan toe, omdat ik ook nog naar het toilet moet met die korte pauzes. Dus ook die werkomstandigheden moeten echt beter. Oké, goed. Stel, hè, ze komen er vandaag niet uit. Dan wordt het dus gestaakt, donderdag en vrijdag, en dan? Nou, dan hoop ik dat ze daardoor wel uitkomen, want ja, als het openbaar vervoer plat ligt, heeft iedereen daar last van. En dat is het laatste, laatste escalatiemiddel natuurlijk van de werknemers om dat te doen. Ik hoop dat het niet nodig is, maar als het nodig is, sta ik naast ze. Straks praat ik met de universiteit.